Churchill was op weg naar Amerika voor besprekingen met president Roosevelt. In de baai van Annapolis werd een veelbesproken document geboren, het Atlantisch Handvest. Hier werd de grondslag gelegd voor de komende samenwerking tussen het nog neutrale Amerika en het strijdende Engeland dat nog niet aan het einde van zijn beproevingen was gekomen. Het zwaartepunt van de oorlog lag nu in Rusland, waar Churchill en president Roosevelt's afgezant, Averell Harriman, met Stalin en Molotov overlegden hoe de westelijke mogendheden het Rode Leger konden steunen. Terwijl in Casablanca Roosevelt en Churchill overlegden hoe deze grote overwinning kon worden uitgebuit,